nou een beetje geskuif waar ons gestaan het vanoggend. Ik loop ongelukkig een beetje achter met een halve ooi teen twee ramme teen my pa. Maar ons gaan nou een beetje kijken voor nog andere springbokke, zwart wildebees. Als er elke kudu voorbij loopt, gaan ons kijken of ons hom nou kan plat trek nie. Maar ons sien uit om net so'n bietjie voor te komen en net so een paar goeie skote hier in te sit nou. So, ons sien uit, gaan lekker wees. Duidelijk, ons gaan hier so van die skietpositie af, wat se vector kan jy skiet? Was hy, so, wat lekker is op hierdie swivelstoele, is ek kan al die pad deur skiet, net nie oor die horizon lyn nie, so teen die backstop moet ek net mooi kyk. Want ek 'n goeie, ek wil amper sê, voel amper soos 360, of seker 270 grade, wat ek al die pad kan deurskiet, so ons gaan nou kyk dat ons lekker kan stil sit en 'n goeie skoot kan inkry, en hopelik kom hulle naby genoeg. Nou so'n bietjie is een surprise deur een paar kudus wat die volspoed voorbij gehardloop het. Dit is ons so'n bietjie omkant gevang met die zwart wildebeeste wat hier van achteraf gekom het. So 40 meter van onze U-turn gemaakt het en daarom so 140, 150 meter verder van ons alweer gaan staan het. En kon daarom een skoot aankry en daarom lyk of hy lees, ons gaan nou gaan kyk. Nadat die son, nadat ons foto's geneem het en die son nou uitgekom het, is ons weer uitgevang dat hierdie, ons het genomineer dat het 'n bul is, en dis toe ongelukkige koei. Ja, dit was nou een fantastische mooie skootie op die blad gewees, en het was een lekker ervaring gewees om saam met Klein Dion hierdie te kon doen. Na die skoot af is, het hy gewonder, het ons om raak geskiet, gelukkig lees hy, en ja, wonderlijke ervaring. Wat sê jy Don? Is dit 'n lekker bok? Ja. Wanneer gaan jy jou eerste bok nou kan skiet? Wanneer gaan ons jou bok skiet, sien? Ek weet nie. Huh? Wanneer? Ek weet nie. Met die volgende jag? Ja. Oké, okay. Klink vir my lekker. Dan sê. Dank julle, het was fantastiek. Ons gaan uit die maag uithaal. Ja, gaan ons die maag uithaal, gaan jy help? Ja, kan ons maar gebruiken. Ons kan hem eens gebruiken, ja. Man met die mees. Kessie. Donnie maak is blij man, ek is blij, die ding het nou goed geloop. En ja, ons is nou op die einde van die jag vir die dag. Het was een lekker koude dag. Ja, ons het maar koud gekry en so aan, maar allemaal het daarom iets geskiet vandag, gelukkig. So, hele paar sprongbokke en ons staan nou op 6 wildebeeste so ver. Ek weet nie of Pietle nou nog een, ek het nou nog iets van hulle gehoor, hulle soek miskien nog een. So dan het ons tenminste dan 6 wildebeeste en die klompie sprongbokke, so ek dink is 'n suksesvolle dag gewees, baie lekker, so ons gaat nou laai en dan gaan ons gaan slag en so aan en dan kan julle lekker daar by die vuurtjie sit en
en dan een versnappering te geniet voor die dag ze werken wat jullie gedoen het. Ja, het klinkt lekker. Dank je, want jy sê die bokke is in een baie mooie toestand. So nee, ons sien uit dat hy bietjie bakkie ry en dan gaan ons hier man bietjie wys hoe hulle afgeslag word. So, sien nogal uit daarna, so, wonderlik. Ja. Nee, ek is bly, ek is baie bly. Hy was ook by gewees, saam met oppa en papa. Is lekker vir so'n dag. Baie geluk. Ja. Allee, ja. Okay. Baie bly lekker, man. Baie, baie lekker. Die laatste keer het geval het, het is daar nog vannacht. Goed. Ik was benieuwd op het stadion. Ja, nee, ik ook. Ja. Maar het is lekker. Ons blij hier. Ons het morgen nog vir julle, elke en julle is ons door die hoofdgamesbok schieter in die pakkie. Ons het dan van tevoren al vir julle so saam afgeneem met julle gamesbokke. Ah, so kom ons kyk morgen. Morgen ons probeer. Het hele paar gamesbokke nog opgelijnd van morgen. Ja, lekker. Alright. Ja, baie dankie. Goed. Dat is wel lekker. En Dion, dat is naar die selfde spot waar ons 2 jaar terug jou blij willen wees geskiet. Dat is reg, verseker so. Ja. Ja. Ik denk dat het nou mooi rijdt, het jou nou nie net so een keer daar kant te verdien. Bietjie meer links? Ja, net so een keer daar kant. Maar ons heb die selfde plek gesit. Ja, 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 ja. Nee wat, het is so lekker. Maar in elk geval, een mens leer plek, ken die plekke so in die kamp waar hulle hardloop. Ons ken al hierdie plek, hulle kom een of ander tyd altyd hier. Kom werk liever by. Nee, dat is een suksesvolle dag, suksesvolle jacht vir die dag. Baie dankie. Oké man, kom eens laai om. Kom eens laai om. Ik ga nou niet zo aan, want ik heb nou gezakt en ons gaan letterlijk sommige van de kant af hier over hanteer. Ik heb een afwaren laten zitten, kan recht doen en niemand doorslaan. Hier staan twee mensen hier zo. Die een vertelt mij nee, ons moet niet overhouden, hij is hier recht, hij moet nog lachen opzetten, hij moet alles. Dit is de eerste keer dat we hier komen met mij vertellen hoe moet ons hier overreel. Dat het onpas. Dat werk is zo niet. En dan nie. En hier die koude karoo. Vanochtend kom ons daar uit en ek sê, daar leer conversie op die tafelberg, hierdie dag gaan nou verkeerd uitruis. Dit gaan ijskoos word en nattigheidje maken alles. En dan los jy jou dikste baaitje in die kar. Ek moet speciaal weer afruid karte op die dikste baaitje. So ek dink die mense wat wil te jag moet maar. Hulle moet maar elke keer so ietsie vat. Natuurlijk een shooterkie ook. Ja, sir. Laat je schreeuwen. Krijg ons jou vanuit, goed. Wat het ons verkeerd gedoen? Ons jullie wat is van het vervelen. En met jullie speciale opzetting is nou niks verzacht in omstandigheden. Moet ons niet eens proberen. Jij kan proberen het wel. Half ik je wat zei, die laatste 3000 zou jij die eerste in die zat ook. Ja, maar ik was ze. Hoeveel oosten met hij smaakt aan van die tijd? Hij smaakt als hij lekker wordt, geen veel. Oké, well done. Dank je. Dank je.